naar de tandarts gaan. Heel gemakkelijk, misschien soms een beetje eng, toch? Maar voor veel ouderen is het een hele opgave. De benodigde tandenzorg zit niet altijd in de basisverzekering, dus niet alle ouderen kunnen een tandarts bekostigen. En ook de reis is vaak een probleem. Genoeg reden dus om niet te gaan. Volgens de Associatie van Nederlandse Tandartsen is daarom het gebit van veel ouderen onder de maat. Klopt het dat ouderen een slechter gebit hebben? Ik denk niet dat je echt kunt zeggen dat ze een slechter gebit hebben. Ik denk dat je wel kunt zeggen dat we op een gegeven moment in een overgangsfase zitten, dat mensen hun gebit lang, zo niet levenslang gaan behouden. En we worden met z'n allen ouder. Dus dat betekent dat we op hogere leeftijd nog tanden en kiezen dan wel het hele gebit hebben. Dus in die zin wordt het risico groter. Jongere mensen kunnen langer zonder een bezoekje aan de tandarts. Maar ouderen hebben juist meer mondzorg nodig en zijn zeer kwetsbaar. Ouderen hebben vaak hele specifieke problematiek. Het gebit heeft al lange tijd gefunctioneerd en daarbij komen vaak wortels bloot te liggen. Wortels zijn extra kwetsbaar en dan krijg je gaatjes op plekken die lastig te restaureren zijn, maar ook relatief snel kunnen ontwikkelen. Dus daarbij loop je risico op breuken denken van tanden, ontstekingen van tanden. Nou, ontsteking is sowieso niet goed, dus dat betekent dat iemand die ontsteking in zijn lijf heeft, dat die daardoor minder goed gaat functioneren. Als er al onderliggende medische problematiek is, dan gaat het vaak reageren met elkaar, dus dat is op zich niet goed. Een ander aspect is, heeft te maken met de fundering van het gebit, dus de ophanging van het gebit, het tandvlees. Daar zien we ook problematiek in ontstaan en dat is een risicofactor op allerlei vlakken. Er zijn onderzoeken geweest en men ziet allerlei correlaties met hart- en vaatziektes. Om ouderen in heel Nederland te helpen zijn ongeveer 90 tandartsen die voor controles bij ouderen langskomen. Tandarts Bakker heeft zelf een jaar lang als tandarts in een verzorgingstehuis gewerkt. Hij vindt vooral de geringe faciliteiten een struikelblok. In de praktijk, zoals we hier draaien, en dat was destijds ook in de thuissituatie zo, heb je alles voor hand, zeg maar, om hulp te bieden. Tandenkunde is toch wel een vakgebied waar je ook afhankelijk bent van je instrumentarium en van je diagnostische middelen om je heen. In een verzorgingshuis of een bejaardenhuis is dat vaak niet voorhanden. Dus er is er wel wat. Er is een kamer vaak beschikbaar met misschien een stoel, maar dat houdt vaak niet over. En ook daar speelt weer een geldkwestie een rol. Dat betekent dat je mensen eigenlijk onder relatief moeilijke omstandigheden moet behandelen of in ieder geval moet diagnostiseren, zeg maar, bekijken. En ik denk dat we daar nog ook een los van de hulpverleners zelf die ter plekke zijn, dat daar ook een grote stap in gezet kan worden. Zolang de faciliteiten elders niet beter worden, zal de tandartspraktijk de enige plaats zijn om ouderen te helpen. Gelukkig kunnen sommige ouderen rekenen op hulp om bij de praktijk te komen.